is ondernemer, heeft zich een aantal jaren geleden afgescheiden van de VVD, heeft nu zijn eigen partij. En dat is Kees van der Horst van de partij Bob in Breda. Ja, ook zijn foto laten we weer zien. Natuurlijk de vraag erbij of dat hij herkend wordt en of dat men gaat stemmen op Bob of op een andere partij op woensdag 21 maart. Als ik u nou deze foto laat zien, weet u dan wie dat is? Ik zal kijken. Nee, kan niet. Nee. Kijk wel, ik niet. U zo, weet het. Ja, als u het zegt, dan weet ik het misschien wel. Het is Kees van der Horst. En die is van de partij Bob. Partij Bob. De man van de, hoe heet het, de attracties en zo allemaal. Hè? Ja, 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 ja. Maar zijn naam ben ik heel even... Kees van der Horst? Kees van der Horst, ja, inderdaad. Ja, ja. En hij is van de partij Bob. Ja, ja, klopt, klopt. In Breda. Heel actief, absoluut. En ik moet zeggen, ik heb hem persoonlijk een aantal keren ontmoet. En ja, ik heb al vertrouwen in deze man, absoluut. Okay. Ook voor wat betreft de gemeentepolitiek? Nou, hij is in ieder geval iemand die durft te zeggen wat hij vindt en wat denk ik voor de burger heel belangrijk is. Ja. Ga u stemmen op 21 maart? Ja, ik ga wel stemmen. Ja? Ja, ik ga altijd stemmen? Ik ga altijd stemmen. En je stemt niet naar vloeren laten gaan, hè? Nee, dat is waar, dat is waar. Ja, als het kan, dan ga ik wel stemmen. Ja, ik wel. Ja, maar ik woon in Netten, dus... Ja. Kun je ook niks aan doen? Je bent niks fout, hè? Dan komt het ook niet allemaal op de film. Nee, joh, knippen we er allemaal uit, hè. Knippen we er allemaal uit. Maar u gaat in Breda in ieder geval stemmen? Breda ga ik stemmen, ja. Ga je stemmen? Ja, uiteraard. Ik denk als je niet gaat stemmen, dan moet je je mond houden. Mm-hmm. Ja. Weet je dan ook al op welke partij? Ja. Nou, ik hoef niet te weten, hoor. Daar gaat het niet om. Ja, ja. Maar ik heb altijd wel een vast dezelfde partij, al enkele jaren aan een stuk. Ja, ja. En weet je dan ook al op welke partij? Nou, ik denk toch iets van de oudere partij. Dan, want ik vind dat ze toch wel iets meer voor de ouderen mogen doen. Ja. Wat doet die partij goed voor Breda? Ik denk, ik kijk ook landelijk. Mm. En dan denk ik dat die landelijk wel goede dingen doet. Oh, okay. Of schoon die laatste tijd iets minder is, maar oké. Okay. Kees van der Horst zou mogelijk van jouw stem kunnen krijgen? Ja, nou, ik ben er nog niet aan uit, eerlijk gezegd. Dus ik zou nog niet weten op wie ik ga stemmen. Ik vind dat Breda trouwens toch wel een goed bestuur heeft. Ja? Dus daar moeten we al niet over klagen. Dus. Dat is al een aardige reden. Ja. Nou, de huidige coalitie mag dus wel blijven zitten, wat u betreft. Ja, wat mij betreft wel. Ja, volgens mij staat deze partij ook wel voor de ouderen. Vroeger was ik van de Partij van de Arbeid, maar... Ja. Daar ben ik toch wel even enigszins op teruggekomen. Dus wij zijn meer van de rode rakkers eigenlijk van vroeger uit. Hè? Ja, ja. Ik vind een aantal mensen hier in de politiek erg actief. Thierry Aartsen bijvoorbeeld. Ja. Vind ik een man waar ik heel veel waardering voor heb. Een jonge kerel, heel ambitieus. Ook durft te zeggen wat hij wil. Staat voor hetgene wat hij zegt. Dus ik ben er nog niet aan uit. Maar ik ga in ieder geval stemmen. En ik kijk ook op... Ja, die ook voor ouderen iets willen betekenen. Want misschien deze partij dan. Ja, dus ga u erin verdiepen, zou ik zeggen. Oké, ik ga mijn eigen in verdiepen. Goed zo. Succes, hè. Dankjewel. Ik ben Kees van der Horst, ondernemer. Vanaf 1955 woon ik al in deze verschrikkelijk mooie stad. Kom binnen. Ik sta voor alle Bredanaars, zowel ouderen als jongeren. Ondernemers, geen ondernemers. Hier zijn we dan, bij de fractie Bob. En ik zal ze even allemaal laten zien. Kijk. Ga maar weer verder, jongens. En wij staan echt voor die lokale belangen. Wij staan voor die werkgelegenheid. Wij staan voor een economisch sterke stad. Want dat is immers ook een sociale stad. En dat vinden wij heel belangrijk als Bob. Wij zijn lokale mensen die u vertegenwoordigen. Dat is Bob en wij zijn top.